Tina Nijkamp, een gerenommeerde bron op het gebied van kijkcijfers en tv-nieuws, doet een bijzondere ontdekking na het uitpluizen van de nieuwste uitzendschema's van RTL4 en SBS6. Ze is erachter gekomen dat beide zenders op zaterdag 2 september om 21:30 beginnen met een Jeroen van Koningsbrugge-programma. Zowel de RTL4-show DNA Singers als de SBS6-show Ik hou van Holland hebben de eeuwige Jeroen van Koningsbrugge namelijk in het panel zitten. Ongelooflijk, vindt Ina het. Oh nee. Nachtmerrie voor RTL4 en SBS6. Weten dus en dat allemaal door die panelverslaving van Jeroen. Dit is ook het vervelende gevolg van freelancers inhuren. Panelkoning Jeroen van Koningsbrugge, in welk panel zit hij niet? Is 8 weken lang te zien als teamcaptain in DNA Singers op RTL4 om 21:30 en tegelijkertijd op SBS6 in precies dezelfde rol in. Het is volgens Tina bijna onmogelijk dat dit echt gaat gebeuren. Hier had RTL niet op gerekend. Ik hou van Holland staat eigenlijk altijd om 20:00 op zaterdag, en SBS6 ook niet. DNA Singers stond eerst. Ze besluit, welke zender pest dit aan? Of wordt het gewoon 8-2? Tina vraagt zich ook af wat Jeroen hier eigenlijk zelf van vindt. Blij zal hij er niet van worden natuurlijk. Hopelijk maakt hij niet dezelfde grapjes in. Wat verdient die Jeroen trouwens met al die BNR-panelshows? Ik vermoed bij beide programma's rond de 8500 tot 10.000 euro per aflevering. Dus in totaal 17.000 tot 20.000.